Een beetje opgeschoten. Oh. Lastig. Kijk, waar het nu over gaat, is inderdaad dat die pot met geld... daar moet een wet voor, voor komen om, die, om, om zeg maar, dat fonds in te richten... waaruit die stikstofgelden betaald worden. En, en daar gaat dit debat eigenlijk over. En je, je merkt vanuit de oppositie dat er gewoon best wel wat frustratie is... of het nou links of rechts is, over hoe die pot geld uitgegeven wordt. Eén ding is daarbij heel belangrijk. Ja, je, het is bijna vervelend om er weer over te moeten beginnen... maar het gaat nog steeds over de discussie 2030 of 2035... Want ja, we weten dat uh, het kabinet eigenlijk bij die discussie op een soort van pauzeknop heeft gedrukt. We hebben het er even niet over. En wellicht gaat het CDA, want die willen daar aan tornen aan, die willen van 2030 toch liever uh, bij 2035 houden. Die kunnen daar ieder moment weer op drukken om te gaan heronderhandelen. Maar ondertussen wordt dit fonds ingesteld en gaat men uit van 2030. Ja, en bij die linkse partijen hoor je, ja, wacht even, dan geven we geven nu een pot geld. Maar dan kan het zomaar dus ook zijn straks, dat als het CDA uh, gaat heronderhandelen, dat dit geld op een andere manier of wordt bij, uitgegeven. Bij 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 of BBB, maar die zitten natuurlijk anders straks. in de wedstrijd. Dus het is het, 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 het best ingewikkeld. Dan is het, in de Tweede Kamer is de coalitie hiervoor. Dus in de Tweede Kamer haalt het wel. Maar dit is een wet die moet aangenomen worden om dat fonds in te stellen. Dus in de Eerste Kamer moet dat ook nog door worden. Daar is worden. BBB nu de grootste? Daar is BWB, straks de grootste. Ja, eind deze maand wordt die formeel pas gekozen, die Eerste ja. Kamer. Maar dan is, dan is BBB daar de grootste. En ze hebben daar geen meerderheid. Dus daar moeten ze of met linkse partijen samenwerken, of met rechtse partijen, zoals de BBB. <laughs> om te kijken hoe gaan we die wet er doorheen krijgen. Nou, dat kortom, niet heel ingewikkeld.